Digoré, bondscoach van Suriname. En ja, op terrein waar je al vaker bent geweest in de regio Rijnmond. Uitspeler van Feyenoord. Ja, viel het mee of viel het tegen Sparta vandaag? 5-2 verloren helaas. Ja, nou, het viel mee en het viel tegen. Het viel tegen natuurlijk, je 5 goals tegen krijgt. Niet alle 5 waren goed verdedigd. Aantal schoonheidsfoutjes. Maar heel veel leermomenten natuurlijk gekregen door die dingen. Dus het is voor mij... Ik bouw op de goede dingen die ik heb gezien. En ik probeer te verbeteren de slechte dingen die ik heb gezien. Dus zoals je kan zien, dat is heel veel werk. Wat we moeten doen, maar we hebben nog even tijd. Ja. 2 goals. Tot nu toe in Nederland hebben jullie volgens mij 2 keer geoefend. 1 keer Jong Feyenoord en Den Bosch, dacht ik. Ja. Nog geen goals gemaakt, nu wel. Maar was je daar in ieder geval blij mee dat er 2 goede goals tussen zaten tegen een gerenommeerde topclub? Ja, nee, absoluut. Als je ziet hoe de tweede helft toch nog de laatste 20 minuten ons van de beste kant hebben laten zien. En hebben laten zien dat we toch nog gevaarlijk kunnen zijn. Aantal kansen gecreëerd, niet gescoord. Maar al met al ga ik toch met een tevreden gevoel ga ik toch weg. Want ik ga natuurlijk de leermomenten die er zijn, die zijn belangrijk. Ja. Wat moet je ploeg nog vooral leren, denk je? Nou, vooral... 1 moeten we achterin wat zakelijker zijn. Zuiverder in de passing. Heel slordig in de passing geweest. En positioneel staan we ook niet goed. Het druk zetten van achteruit. Afspraken die je maakt. Moet je ook het gevoel bij hebben dat je de juiste momenten inschuift. Het kantelen kan beter. Al met al hoop waar we kunnen werken. En jullie zijn hier voor de kwalificatie ook voor de Nations League, de CONCACAF Nations League, research gedaan. Hoe staan jullie ervoor en ja, wat zijn jullie doelen eigenlijk in de komende tijd, ook dat jij bondscoach bent? Nou, zoals je zelf al zei, de Nations League, dat is belangrijk. Als je bepaalde plaatsen stijgt in de Nations League, dan kan je plaatsen voor de Gold Cup. Dus op korte termijn hebben we 4 wedstrijden. Waaronder Dominica, de eerste wedstrijd uit. Dan krijgen we British Virgin Islands, de Maagdeneilanden. Dat is uit, dat is thuis. Jamaica, dat is uit. En dan St. Kitts. Als je drie van die vier wedstrijden wint, dan ga je automatisch plaatsen voor de Gold Cup. Win je ze niet, heb je toch nog steeds kans op een andere manier door te komen. Dus ja, we hebben... dit is onze voorbereiding om in ieder geval op korte termijn dat te halen. Dus is wel haalbaar, denk je, als je de ploeg zo ziet? Ja, is wel haalbaar. Kijk, het is de tweede wedstrijd, de derde wedstrijd. Eigenlijk de tweede echte wedstrijd die we hebben. En er is rek. Er is heel veel rek in het team. Heel veel waar we aan kunnen werken. Dus ja, in de CONCACAF zijn ze... Kijk, de eilanden in de CONCACAF zijn ook niet zo sterk als Sparta. Dus we hebben daaruit wel, moeten we... Ons voordeel halen natuurlijk dat we die sprongen nou nemen, die stappen nou nemen die we moeten maken. Zodat we eigenlijk tegen die clubs, tegen die landen er goed voor staan. En dan nog even over Sparta natuurlijk. Ik ben benieuwd wat jij van Sparta denkt. Hebben ze een goede selectie? Want ze hebben niet alle beste spelers opgesteld vandaag. Maar van wat jij weet en hebt gezien, wat denk je dat Sparta kan bereiken dit seizoen? Nou, kijk, in de eerste plaats Henk Vrees is een hele goede trainer. Dat is 1. Ook een vriend, toch? Ja, het is ook een vriend van me. Dus het is een goede speler. Maar het is een goede training. Je ziet dat ze een lijn hebben in het spel. Hij weet wat hij wil. Ze hebben fantastische spelers. En nu is hetgene waar ze voor moeten gaan, is het kampioenschap. Dat is niks anders wat ze te wachten staan. Dat is een promotie terug in de Eredivisie. Dus ik denk dat mogelijk is. Maar het is nog natuurlijk een heel seizoen te gaan. En je gunt hem natuurlijk heel erg. Absoluut.